Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Videotheek Hollywood. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinema. Naast de twee filmreleases die we deze week hebben van The Grand Budapest Hotel en Need for Speed, duiken we deze week ook in het werk van niemand minder dan Wes Anderson. Cinema. Een film waar menig bioscoopliefhebber lang naar heeft moeten uitkijken. The Grand Budapest Hotel. De film speelt zich af in een Europees hotel tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en vertelt over de avonturen van de concierge Monsieur Gustave en Zero Mustafa, de piccolo die zijn beste vriend wordt. Zij raken betrokken bij de diefstal en opsporing van een renaissance schilderij van onschatbare waarde. Met het verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een dramatisch veranderend Europa en de cast die bestaat uit de beste Hollywood acteurs, is The Grand Budapest Hotel nu al een filmpareltje dat je absoluut niet mag missen. Om de release van deze film te vieren, duiken wij dadelijk dieper in het prachtige werk van regisseur Wes Anderson. This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H. I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, Donnie. If I learn you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead, I go to bed with all my friends. We need to make a plan for your survival. Hide this. It's in code and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy with Apple. I'm a baker. I'm not a fence, if that's the term. Need for Speed staat al jarenlang garant voor succesvolle racegames. De games hadden blijkbaar filmpotentie genoeg en dus nu is er Need for Speed the Movie voor mannen die het verschil niet kennen tussen een autoblaadje en de Playboy. De film vertelt het verhaal van een streetracer gespeeld door Aaron Paul, bekend uit Breaking Bad, die onterecht in de gevangenis zat en vrijkomt. Hij wil wraak nemen op de man die hem in die gevangenis stopte en wat volgt is een heus kat-en-muisspel met hippe wagens, mooie dames en natuurlijk heel veel explosies. Kortom, Need for Speed is de ideale film voor een avondje ongeremd popcornvermaak. This could put him away for life. It's time we make him pay. But first, we're gonna need a fast car. Y'all ready? We're doing this. En dan nu de bioscoop top 5 van deze week. Op nummer 5, The Wolf of Wall Street. Op 4, vliegtuigactie in non-stop. Op 3, de Lego film. Op 2, 300, Rise of an Empire. En op 1, het historische geweld van 12 Years a Slave. Master brought you here to work. Any more, I'll earn you 100 lashes. I know what it like to be the object of Master's lash. No! In his own time. Good Lord, I'll manage them all. Wes Anderson is de volgende Martin Scorsese, al dus Martin Scorsese zelf in een interview met Esquire. Sinds zijn speelfilmdebuut Bottle Rocket uit 1996 heeft de Texaan al 8 prachtfilms naar het witte doek gebracht. Elke keer met veel liefde, veel oog voor merkwaardig detail en een uitzinnige art direction. In 1998 was er Rushmore, een persoonlijke favoriet, over de bijzondere vriendschap tussen de pretentieuze 15-jarige eenling Max Fisher en de treurige industrieel Herman Bloom. Deze film bevat het definitieve shot van Bill Murray op een duikplank in een Budweiser zwembroek en met een glas whisky in zijn hand. Met The Royal Tenenbaums uit 2001 ploos Anderson een tweede vaste stijlmiddel uit, werken met een grote ensemblecast. Het was zijn eerste grootschalig opgezette film. Van deze productie komt zijn gevleugelde uitspraak toen hij hoorde dat hij 3 camera's ter beschikking had. Wat moet ik met die andere 2? Anderson betrad het pad van animatie in 2009 met de Roald Dahl-verfilming The Fantastic Mr. Fox. Om de acteerprestaties van de animatiefiguren te krijgen zoals hij wilde, filmde de regisseur zichzelf met zijn iPhone in een hotelkamer in Parijs. Aan de andere kant van het kanaal baseerde de crew in Londen de shots en de bewegingen op Andersons home video's.
In 2012 kwam Moonrise Kingdom uit, waarin de regisseur voor de eerste keer een film maakte met een historische context, namelijk de jaren 60. Een bijzonder detail aan deze film is ook de aftiteling, dus zet deze vooral niet uit. Veel geziene acteurs in de films van Anderson zijn Owen Wilson, met wie hij samen ook zijn eerste drie films schreef, en die twee broers Luke en Andrew, maar ook Bill Murray, Angelica Houston, Willem Dafoe, Seymour Cassell, Adrian Brody en oh zoveel anderen. En iedere film loopt over van de referenties naar andere films. Dat maakt elke film van Anderson een feest van stijl, intelligentie en een liefde voor de cinema. De DVD Top 5 van Nijmegen is deze week als volgt. Op nummer 5, Insidious 2. Op nummer 4, Runner Runner. Op nummer 3, de comedy Grown Ups 2. Op nummer 2, de spannende thriller Prisoners. Op nummer 1, de spannende science fiction film Gravity. De DVD-huurtip van Videotheek Hollywood is deze week Las Vegas. The Hangover met vier oude mannen. Which one are you, Sam Harris? You guys, the best thing ever happened to me. Tonight, we're gonna party like it's 1959. Bring out the bottles! I'm getting married. She's your age. You must be rich. Yeah, but you should be talking to me. Come on. Hey, buddy, maybe you had too much to drink, huh? If I want your opinion, I'll just beat it out of you. No one calls us names except for us. Ook deze keer weer een prijsvraag over Need for Speed. De hoofdrol wordt gespeeld door Breaking Bad-ster Aaron Paul. Wat was de naam van zijn personage in die serie? Mail het juiste antwoord naar cinema@n1.nl en maak kans op bioscoopbonnen en DVD-huurbonnen. Dit was Cinema weer voor deze week. Hou onze Facebook in de gaten en dan zien we je graag weer volgende week. Doei! And it's not really a matter of opinion, Karen, dear. You've only just started to prove it yourself. That's pleasant. When we were young, whoa, when it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told. So I'm curious, you don't eat meat of any kind? Right. When you eat meat, you ingest an animal's fear. Ingest what? It's fur? Fear. You can't eat fear. What kid is trying to deal with this madhouse you've dragged her into? This madhouse is my home. Yeah, think about that statement for a second. I have an Indian in my house. They're called Native Americans, Mom. They aren't any more native than me. In fact, they are. Just call the dinosaurs Native Americans while we're at it. You are in rare form today, Vi. I'm just truth-telling. Some people are antagonized by the